Ook in de districten Saramaka en Nikeri zijn er activiteiten gehouden in verband met Srividensi. Onze nieuwsdienst was in Groningen voor een verslag. De diverse korpsen uit het district Saramaka zijn vandaag tijdens de viering voorzien van nieuwe vlaggen. Districtscommissaris Sherin Bansi kreeg het verzoek van de gewapende machten omdat zij verstoken waren van een Surinaamse vlag. Nog voor de vlaggen werden afgestaan, vond er eerst een kranslegging plaats bij het onafhankelijkheidsmonument op het plein te Groningen. Bansi noemt de viering in het district sober. We hebben een sobere viering gehad, zoals u het zelf heeft mogen ervaren, maar heel krachtig. De dag is om 7 uur begonnen in Saramaka met het hijsen van de Surinaamse vlag, waarbij we assistentie hadden van het Nationaal Leger. Daarna hebben we dan om 9 uur een kranslegging gehad en we zullen de dag afsluiten met een donatie aan de verschillende dependansen van korpsen in het district. Net als in overige districten en in Paramaribo is er dit jaar voor gekozen geen grootse vieringen te houden. Ook Bansi had dit graag anders gezien. Zoals u weet, corona brengt met zich mee geen groepen van mensen afstand behouden, 1,5 meter afstand behouden, mond- en neusbedekking. We hadden een braderie gepland voor voeding en drank en dat hebben we ook op het laatste moment op advies moeten afzeggen. Advies van de cluster van ministeries, COVID die zich bezighouden met de COVID-pandemie. En ook als we kijken naar de nationale maatregelen die er zijn getroffen met betrekking tot corona in Suriname. Dus in dat kader hebben we dat ook moeten afzeggen. Want het moment dat je iets organiseert, zorg dat toch nog ervoor dat mensen op de been komen. Alhoewel we toch nog de bestuurdienst gereed hadden om op te treden, om ervoor te zorgen dat de COVID-maatregelen werden gehandhaafd, hebben we toch ervoor gezorgd om ervan af te zien. DC Bansi zegt dat de regering er alles aan doet om ons land uit de economische crisis te halen en roept de samenleving op om zich solidair en verantwoordelijk op te stellen en zich te laten vaccineren. Ook in het district Nikeri is er aandacht gegeven aan Srividensi. Evenals in Saramaka waren er kransleggingen en de gebruikelijke toespraken, terwijl Nikeri de herdenking afsloot met de mars van de gewapende troepen. En met dit nieuws uit Saramaka en Nikeri sluiten we het verslag van de viering van 46 jaar Srividensi vandaag af.